Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Uncharted 4 aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk verder waar we gebleven waren, want onze goede vriend, onze broer zit daar bij de toren. Dus we moeten zo snel mogelijk naar die toren toe om te redden. Vind ik Resi een leuk, ram natuurlijk zoals je kijkt blijkt op de helmijn norm. En wij gaan weer snel erachteraan. Ik weet niet waar, waar is, oh hij staat daar te wachten, ik wou net zeggen. Lopen. We moeten hier weg man. Oké, we moeten zijn leven gaan redden. Ze kunnen ook naar ons toe komen, dus we hebben ons wapen bij zich, zoals je zelf ook kan zien. Dus we moeten wel goed opletten, want anders zijn we namelijk uit de lul. Oké, lopen boy. Let's go. Oké, nevermind, ze zijn er al. Ze zijn er al, dat hoor ik. Ik heb er al twee neer en er zitten nog veel meer. Kom dan, vriend. Hij is bijna neer. Oh, kut. Hij gaat daar naartoe. Ik heb hem. We moeten goed opletten, want eigenlijk heb ik een shotgun nodig voor deze afstandjes, man. Oh, de AK is ook goed. Oh, what the fuck? Ja, dat denk ik ook, ja. Holy shit. Ik ga er even een granaat op als je niet erg vindt. Ik weet niet of die auto kapot gaat hierdoor. Nee, dat zie ik! De granaat die werkt blijkbaar niet, jongens. Ik moet hier weg, man. Die auto gaat achteruit. Ik weet niet wat die allemaal te doen is. Holy shit, die auto doet. Ik weet niet wie die auto bestuurt, maar die vent is helemaal loco, joh. Jij hebt ook gelopen dat je gewoon naar buiten rent, vriend. Maar blijkbaar hebben ze ons gevonden, jongens. Daar komt er in ieder geval op neer. Holy shit. Ik heb hem. What the fuck? Ga naar boven. Ik zit vast. Zo, hebben we het fun yet? Ik weet niet of ze hier zitten hoor, jawel. Lul. Ik wil ook wat ammo voor me, thanks man, daar heb ik tenminste wat aan. De auto staat er nog steeds hoor, ik moet even freerunnen, want die auto... Oh joh, die auto vliegt bijna naar beneden, gek. Dit ding gaat vallen. In de auto boys, we gaan hier weg, gassen maar. Ik kon die auto nu gewoon eerder pakken, joh. Yo, ik rijd door. Fucking hell, hé. Oh, yo, ze raken me hard gek. Had ik eens klote weg, want die vent is ook dood, of niet? Hey, hij zit gewoon te toeteren. Oh, die scheid weg, Giro. Aan de kant. Ik rijd je ding gewoon aan, hoor. Fuck off. Sorry. Ja, sorry, dat is niet mijn schuld, ouwe. Ga je naar links. Oh my god. Holy fuck, jongen. De shit is helemaal loco, joh. Hij rijdt rechts van ons, ik hoor hem. Zo, jongen, hij knalt zijn hele auto kapot. Waarom kan die auto niet gewoon kapot, joh? Hey, vriend, ik ga lekker deze kant op, jongen. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ik krijg alles helemaal naar de kloot hier, hoor. Aan de kant! Oh my god. We moeten naar beneden toe, dus dan gaan we naar beneden toe. Aan de kant, jongens! Holy fuck, jongen. Holy fuck. Alles gaat naar de kloot. Die auto is er weer, ik hoor hem. Ik ga deze kant op. Oh, kut. Die auto zit nog steeds achter ons aan, hoor. Ik hoor hem. Fuck! Ja, ik weet niet waar we naartoe moeten, vriend, maar ze staan daar kaart in de weg. We gaan gewoon zo. Daar, hierheen. Denk ik. Gaat dit lukken? Oh ja, dit gaat lukken! Dat was random dat ik daar naartoe ging, maar het lukt. Ik ga naar links. Oh. Oké, let's go. Ik zou het niet te hard zeggen, vriend.
Whoa, 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 watch it! Really? You got a 4x4, go around. Hang on! Sorry, fellas. First time driver here. We gaan er gewoon omheen. Ik sta aan het handje. Zo, de ballen jongens, dank jullie wel. Ik rij voor jullie bordje om, want dat ding staat in de weg. Zo. Kijk, ik hoor die auto! Motherfucker, ik hoorde hem aankomen. Holy fucking shit! Oh my god! Over de daken heen! Maakt niet uit. Sorry jongens voor jullie daken, over de auto's heen. Holy fucking shit, deze auto jongen, deze wil ik ook hebben in het echt. Je kan alles aan jongen, we zijn wel bij de toren, we zijn bij de toren. We zijn bij de toren bij Sam. Ja, hij zit op zijn motor. Oh joh, die vet gaat er aan hoor. Die vet gaat er echt hard aan jongen. Hij rijdt daar over die brug heen nu. Ik weet niet waar ze naartoe gaan, maar we moeten ze blijven volgen. Kijk, we komen hier denk ik wel de weg op. Als we hier naar boven gaan, dan komen we denk ik wel de weg op. Even kijken. Nee, toch niet. We komen de weg nog niet op. Ze gaan door die tunnel heen, dus we moeten die tunnel blijven volgen. Dan blijven we bij Sam in de buurt. Oh my god. Oh shit, kijk uit voor dat ding. Ja, kijk uit voor dat ding. What the fuck? Wat gaan we doen? Oh! Oh my god! Holy shit. Holy shit. Oh my god, oh my god, oh my god. We gaan naar boven klimmen. Hallo meneer! Even hier omheen. Holy f- auw! Shit, we moeten echt naar boven klimmen. We gaan door de modder heen, YOLO. YOLO werd gewoon door de modder heen. Holy shit. Auw, auw, kut, ze hebben me gezien. Shit. Hier voor je vriend, rot op. We zijn in de auto, we zijn in de auto. Goed bezig. Hier voor je vriend. We gaan hier gewoon naar voren rennen. Hier voor je jongen. Kut, ik heb geen ammo meer. Sorry. Sorry vriend, ik had geen ammo meer. Sorry jongens. Ik moet even dekking zoeken. Zo, de knettergek. Die voor je vriend. Zo. Nog iemand, serieus? Kut, ik heb geen ammo meer. Fuck. Fucking motherfucker. Nee, 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 nee. Niet doen. Geef mij dit fucking auto's. Oh, die auto's, die vrachtwagen is ook geploft. What the fuck, die vrachtwagen is ook geploft. Doei. Kijk, we hebben een auto, jongens. Nu hebben we een auto. Holy shit. Ze blazen echt alles en iedereen op, jongen. Ik moet bij die vrachtwagen zien te komen.
Zo, de knetter, hé. Snel deze truck opkomen, want ik heb weer geen ammo namelijk. Oké, let's go. Bitch, kom hier. Dankjewel voor je wapen, want we hebben weer ammo. Oké, die hoort bij ons. Fucking motherfuckers! Fuck off! Zo, de knetter, hé. We zijn echt alles kapot aan het maken. Okay, let's go, gassen. Die gozer moet even bij mij erin komen. Oprotten, vriend. Sam, ik zweer het je. Oh, kut. Sam, je moet bij mij in een fucking auto komen, vriend. Ik pak deze mensen wel van een fucking motor af. Hey Sam, ouwe rukker, kom maar mee. Sam. Kom op, kom hier Sam. Hey brother. Je moet hier even opkomen, kom. Oh, kut. Get closer. Spring in mijn autootje, ouwe. Spring. Sam, get in the goddamn car. I'm faster. Stop arguing. Watch out. Fuck my life. Hij had gewoon in die auto moeten komen, die lul. Oh shit, we moeten hier weg. Vriend, we moeten hier echt nu weg. Nu. Gewoon nu. Draai je op je buik, ouwe, ik zweer het je. Oh, kut. Oh, fuck my life, ze zijn hier ook. No blimmin' way he could have survived that. Why chance it? That's not good. Holy shit, he's still alive! Holy fuck, jongen. Holy shit, maat. Ik hoor nog meer. Oh shit, nee, die fucking auto. Doe normaal, hoor. Die fucking. Kijk uit! Het kan toch niet, joh. Die auto is niet normaal, joh. Hij schiet gewoon recht op zijn motor, jongen. Hij gaat kapot. Ik krijg hem recht op zijn motor, joh. Hij brandt. Holy shit. Yeah. You good? Yeah. Let's get out of here. What the fuck? Gewoon heel casual wegrijden, weet je. Niks aan de hand. Zo doen wij dat. I think the coast is clear. Yeah. All right. Pro Deus cor licentia. This looks like a simple cipher. For God and liberty. I mean, it's their damn motto. All the paradise references, I can't believe we missed it. See, you two made it out okay. Way better than okay.
We found Libertalia. Libertalia? Libertalia. Seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia, really. Okay, but what about the treasure? See, as the story goes, this place provided a safe haven for hundreds, maybe even thousands of pirates, and they shared everything. Property, resources... Money? And they kept it all in one common treasury building. Okay, so, where is this commie pirate sanctuary? Right here. That island, just northeast of Kings Bay. Hey, Rafe has a copy of this. Yeah, well, by the time Rafe figures it out, we'll be well on our way to Libertalia. I'm telling you, that treasure Get out. Is as good as ours. Shit. How's the Malaysia job going, Nate? Seems like you're a hair off course. Elaine, it's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. Misschien wel. Misschien. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, this is Sam. Sam Drake. My brother. Hi. I'm sorry. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. He's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? Okay. Come on, wait. Elena, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. Oh my God. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Uh-oh. Hey, what are you doing? Go after her. We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to handle... Hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her.
Dat was niet aardig, Nate. Fucking lul die je bent. Whatever you say. Aww. You need a hand? I got it. Let's go pack your bags. Ik denk dat hij een beetje boos is. Ik weet eigenlijk wel zeker dat hij een beetje boos is. Maar we zijn op de zee. We gaan een stukje varen. We hebben ook al een stukje gevlogen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik hier bij deze aflevering afsluiten. Mocht jullie hebben genoten, dan natuurlijk zoals je kijkt, blijk op. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Morgen, om 3 uur precies, staat er weer een nieuwe Uncharted aflevering online. Dan gaan we kijken hoe het verder gaat. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Bye-bye.